als Roemeens. Dan klinkt het net even anders. Het kan ook klinken als Poolse muziek, maar dan klinkt het net even anders. En dat net even anders, dat is die Joodse identiteit, zeg maar. Is dit zo'n beetje wat jullie morgen ook gaan spelen? Dit is wel ongeveer de sfeer die we gaan proberen te tevoorschijn te roepen, ja. Dat is wel een bijzondere dag, hè, denk ik, voor jullie. Ja, ja, het is echt een grote eer, mag ik wel zeggen. Ja. Dico Jim is gevraagd om tijdens de tocht van Muri's huis naar de begraafplaats al spelend voor de kist en de familie uit te lopen. En dat is niet iets wat de heren dagelijks doen. Het is iets heel anders natuurlijk dan wat we gewend zijn. We zijn gewend om lol te maken op het podium. En nu moeten wij ineens in een heel gedragen stukken gaan spelen. Wat wel een ander uiterste is van wat ook in diezelfde muziek zit. De repetitie roept de vraag op in welk tempo er morgen gelopen moet gaan worden. Volgens mij is het wel mooi voor meneer Mulis dat we niet zo in de pas lopen. Want daar hield hij volgens mij zelf ook niet zo van. Dus dan, toch? We kunnen het ook niet. Dus we kunnen het ook niet. Dus we kunnen, ja. Van spanning hebben de heren in ieder geval geen last. Nee. We staan wel voor hetere vuren. Bijzonder om mee te maken. Dat is het zeker. Ja. Maar wat als het morgen nou ook zo regent als vandaag? Dan spelen we gewoon door. Kijk, je kan een hele bak water in en dan doe ik hem op de kop en dan komt alles er weer uit. Ik heb veel plezier. Nou ja, plezier is misschien niet het goede woord, hè? Nou, je mag wel genieten van zo'n dag, toch, denk ik. Is muziek van de Joodse mensen en die hebben in heel veel gebieden gewoond. Dus ja, het kan klinken als Roemeens, dan klinkt het net even anders. Het kan ook klinken als Poolse muziek, maar dan klinkt het net even anders. En dat net even anders, dat is de Joodse identiteit, zeg maar.